koningin, de ongekroonde koningin van de New Wave. Suzy Sue, daar heb ik het over. Samen met haar band The Banshees had ze hits als Christine, Spellbound en Israel. En uit die tijd stamt ook het label de ijskoningin uit de popmuziek. Want ze was een belangrijke vertegenwoordiger van een stroming die bol stond van zelfreflectie en doem. The Banshees bestaan al niet meer, maar er is een nieuwe band voor in de plaats gekomen. The Creatures, met Budgie, haar drummer en tegenwoordig haar man. Hier is Suzy Sue. Ooit een nummer van John Cale gecoverd, het nummer Gun. Dat wist Cale wel, maar hij had haar nog nooit ontmoet. Dat was pas een paar weken geleden voor het eerst geweest. En With a Little Help from My Friends is een mooie gelegenheid om dat nummer samen nou eens een keer te doen. John Cale en Suzy, Gun. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Try to get
get crinkled and the creepers get hung. The two that got wasted tonight on a job. One lost his liquor and the other lost his hair. Thumbprints on a door and a sink, but nothing sore, nothing, just smell the stink. 500 mud shots at 100 to 1. Oh, I've forgotten, and my lips just won't come. When you begun to think like a gun, the rest of the year has already gone. When you begun to think like a gun, the days of the year. He's good with a knife. Sells anesthetics just a waste of his time. Works in a hurry, but it's always worthwhile. 'Cause he knows they won't be back for a long, long time. The staircase was ready to fall. He's still waiting downstairs in the hall. Well, watch out for Big Mama, she'll set you on fire. Or go to your neck with that chicken wire. When you begun to think like a gun, the rest of the year has already gone. Oh, when you begun to think like a gun, the days of the year have suddenly gone. Het is de eerste keer dat hij nummer zelf live heeft gespeeld. En nu dan samen met Suzy. Je zag John Cale. Bij iemand die al ruim 30 jaar toonaangevend in de muziek zit, is het heel moeilijk kiezen geblazen. Want stel, je wilt zo'n programma samenstellen als dit. En je komt bij John Cale terecht. Een man die honderden... Heel mooi uitgevoerd samen met het Metropole Orkest. Toen John Cale 3 weken geleden voor het eerst in contact kwam met Suzy Sue en haar man Budgie, hebben ze gesproken over de arrangementen en over de nummers die ze hier zouden gaan spelen. Maar behalve dat praten werd er ook gewerkt aan een nieuw nummer. En dat wordt hier vanavond voor het eerst gespeeld. Hier is John Cale nogmaals samen met Suzy Sue. Same at me.
Aardige afsluiting voor With a Little Help from My Friends 1998. Susie van Susie and the Banshees, tegenwoordig Creatures. En John Cale in een nieuwe nummer, Murdering Mouth, begeleid door het Metropool Orkest onder leiding van Dick Bakker. Dick Bakker komt terug, dus dat betekent dat we een toegift krijgen. Maar wie zal het zijn? Carol van Dijk, de jongens van Johan. Wordt het misschien John Cale nog een keer, Susie, of krijgen we Root Boy te zien? En Tom Holkenborg. Een muzikant die nog niet eerder hier op het podium was, maar wel degelijk het merendeel van de muziek maakt van Junkie XL. Nu dan Tom en Root Boy en het Metropoolorkest.